Ja, natuurlijk. Iedereen wil keepen. Ik wil keepen. Philip wil keepen. Dus we gaan het elkaar gewoon moeilijk maken en elkaar scherp houden. En uiteindelijk, wie ook gaat spelen, moet gewoon het team helpen. We zijn, ook al speelt Philip niet of ik niet, we gaan het gewoon met z'n allen doen. Wat is jouw indruk tot nu toe van deze club? Ja, elke keer word ik nog steeds weer verrast. En het is gewoon leuk om hier te zijn. En daarom hoefde ik ook niet heel lang na te denken toen de Graafschap zich meldde. Dus dat is duidelijk. Stop. Dan heb je nog één ding. Nu komen er al, dit is het wedstrijd natuurlijk even wat minder, maar de fans zijn al fanatiek. Maar je krijgt straks die Vijverberg. Ja, dat is ook wat aparts natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik heb een paar keer mogen spelen en dat blijft je altijd bij. Dat zijn mooie dingen. Ik hoop dat ze ons dit jaar gaan steunen en dat we met z'n allen gewoon een mooi seizoen van gaan maken. Je hebt ook een van de meest onrechtvaardige wedstrijden ooit meegemaakt op de Vijverberg. Met Almere toen nog, notabene. Want die hadden jullie eigenlijk gewonnen. Ja, klopt. Dat was natuurlijk toen wel balen. Maar goed, Graafschap ging Eredivisie in. Dus toen baalde ik wel. Maar als ik nu eraan denk, ik had ze wel gegund.